Hoi, tenen aan de goal, Janneke, tenen aan de goal. Nou, we heten Opus Angels. En wat zo bijzonder is, is dat wij de meeste van onze familie zijn. Dus dat is wel heel erg leuk. Hoeveel familieleden zitten in dit team? We zijn met 7. En de coach is ook familie. En dan hebben we nog een keeper, want we hadden geen keeper. En hoe zitten die familiebanden in elkaar? Nou, ik ben samen met mijn zus en mijn zusje. En dan hebben we Bente en Gemma, dat zijn allebei zusjes. En Sanne, dat is een nicht. En haar zusje Lin, die keept ook af en toe. Die gaat er recht halen door de bal hier tegen deze band aan te spelen. En dan heb je recht van aanval en dan mag je proberen te scoren. Yes? Klopt het dat er niet alleen de dames zijn die familie van elkaar zijn? Dat klopt inderdaad. Want wat is uw rol? Nou, ik ben inderdaad de coach van dit team, van het familieteam. En ik ben de vader van 2 van deze speelsters. En ik ben ook de oom van 3 van de meiden. En hoe is het om je eigen familie te coachen? Nou, ik moet zeggen, ik heb er al wat ervaring uiteindelijk mee. Want ik heb al heel veel jaren uiteindelijk mijn eigen dochters gecoacht. Dus ik weet een beetje uiteindelijk hoe het is. Maar het is nog specialer uiteindelijk als de nichten er uiteindelijk ook bij zijn. Want ik moet zeggen, van over het algemeen is er best wel vaak gedoe binnen damesteams met name. Maar met dit team gaat het eigenlijk allemaal heel goed en leuk en is de sfeer ook gewoon prima. Jerry, je nou ik bij de fanatieke supporters. Ja, ja. Ja, nu wel eventjes. En we hebben er jaren altijd langs het lijntje gestaan. Maar de laatste jaren niet meer zo erg. Nee, een enkele keer. En hoe is dit idee, dit team ontstaan? Nou, ik kom met het idee. Omdat ik het heel erg leuk vind om te hockeyen. En zaal vind ik nog veel leuker. En mijn nichtjes Gemma Bente en mijn zusje Annabel die hebben wel op hoger niveau gespeeld. Dus het leek me zo leuk om een keer met hun ook samen te spelen. Dus toen heb ik iedereen gevraagd en bij elkaar geraapt. En iedereen die heeft gehockeyd en wilde hockeyen, die heb ik gevraagd. Dus zo. Ja, en dan in je holle is het een leuk idee. Wie dat het in de praktijk ook met die? Ja. Ja, gelukkig wel. Het is heel, heel gezellig en we hebben helemaal geen gezeur. En... iedereen helpt elkaar. We moeten ook fluitdiensten doen. Dus dan is het ook van, oh, dat doe ik wel. En nee, het is eigenlijk heel gezellig. Ja, want familie Balkoor kan heel leuk wezen. Maar dat is net bij alle families zo. Nee, maar bij de Adema's wel.